Het afgelopen kwartaal, dat was het 400ste kwartaal van ABP. Of anders gezegd, ABP bestaat 100 jaar. Verder werden de pensioenen geïndexeerd en op financiële markten was het opnieuw turbulent. Er waait een andere wind op financiële markten. De afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan een wereld met lage groei, lage inflatie en vooral lage rente. Eind vorig jaar kon de Nederlandse staat nog lenen tegen een negatieve rente. En ook mensen met een grote spaarrekening die moesten bijbetalen bij de bank. In die wereld werden de huizen steeds duurder, maar stegen ook aandelen en obligaties in waarde. Jarenlang waren de rendementen van ABP prima, maar werd het ook steeds duurder om pensioen op te bouwen. Dit jaar is alles anders. Het begon met de inflatie, die eind vorig jaar begon op te lopen en dit kwartaal al boven de 9% uitkwam. Dat is veel te veel, aangezien de norm maar zo'n 2% is. Daarom begonnen de centrale banken met het verhogen van de rente. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, die deed het dit kwartaal 2 keer, in totaal met 1,25%. En onze eigen centrale bank, de ECB, die stopte al met het opkopen van obligaties en die zal ook in juli de rente gaan verhogen. Het doel van deze verhogingen, dat is het bestrijden van de inflatie. Maar de stijgende rente doet ook nog iets anders. Alles wat de afgelopen jaren meer waard is geworden, dat daalt nu weer in waarde. Het is alsof de rente als een soort zwaartekracht werkt op de prijzen. Dat zie je bijvoorbeeld op de huizenmarkt. Als de hypotheekrente stijgt, dan dalen de prijzen van de huizen. En dat brengt ons bij de financiële resultaten van dit tweede kwartaal. Net als in het eerste kwartaal is het totale rendement negatief. Laten we de categorieën even langslopen. Staatsobligaties, leningen aan bedrijven, de zogenaamde vastrentende waarden, die werden minder waard, omdat de rente is gestegen. En ook aandelen hebben opnieuw een zwaar kwartaal achter de rug. Bedrijven hebben last van de stijgende kosten en beleggers die zijn bang dat er nog meer slecht nieuws gaat volgen. De enige categorie die een positief rendement kon schrijven, dat waren de alternatieve beleggingen, zoals grondstoffen, private equity en infrastructuur. Al met al werden de bezittingen dus opnieuw minder waard. Maar de stijgende rente doet nog iets anders. Hij laat ook onze dekkingsgraad stijgen. En dat zorgt voor een bizarre situatie. We leiden verliezen op de beurs, maar de dekkingsgraad blijft stijgen. Hij staat nu al boven de 120. Daarmee zijn we onder Nederlandse pensioenfondsen een van de grootste stijgers. Die koppositie dat komt vooral omdat we ons beleggingsbeleid wat meer hebben gericht op het beschermen tegen oplopende prijzen. En dat betaalt zich nu uit. Door die alsmaar stijgende dekkingsgraad wordt de financiële situatie van ABP steeds beter. Dat betekent dat er nu de ruimte is om de pensioenen te verhogen. Eind juni besloot het bestuur van ABP om de pensioenen en ook de pensioenrechten van deelnemers die nog werken te verhogen. Met 2,39%. ABP bestaat 100 jaar. Uiteraard is er de afgelopen jaren het nodige veranderd. Van een portefeuille met alleen staatsobligaties zijn we gegroeid naar een toonaangevende en wereldwijde belegger. Die niet alleen aandacht heeft voor rendement, maar ook voor de impact van haar beleggingen op de leefbaarheid van de wereld. Zo trekken we ons terug uit beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 het merendeel van deze beleggingen te hebben verkocht. Daarnaast zijn we nog bezig ons duurzaamheidsbeleid verder aan te scherpen. We vinden het belangrijk dat we niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook om met die beleggingen te kunnen bijdragen aan de energietransitie en het behoud van natuur en biodiversiteit. We zullen daar later dit jaar meer over bekendmaken. En zo gaan we ook als 100-jarige mee met de tijd. Maar het doel verandert niet. We beleggen voor een goed pensioen in een leefbare wereld.